wat doe ik nou eigenlijk? Ik kan het niet en het lukt niet. And what it is that's left you feeling overwhelmed right now? Just take a moment for yourself to pause undisturbed. Leuk dat je kijkt naar de tweede aflevering van Sarah's Self Love Journey. De serie waarin ik op zoek ga naar meer zelfliefde. En dat doe ik door iedere keer een week lang een bepaalde tool of techniek toe te passen in mijn leven die hiervoor zou zorgen. Allereerst wil ik even zeggen heel erg bedankt voor de geweldige reacties op de eerste aflevering. Ik vond het echt heel inspirerend om te lezen dat zoveel van jullie hier eigenlijk al best wel even mee bezig zijn. En ik kan ook echt wat leren van jullie, dus dank je wel daarvoor. En daarnaast ook leuk dat er best wat mensen zijn die net als ik heel erg nieuw hierin zijn, maar wel graag ermee aan de slag willen. Dus hopelijk kunnen we elkaar motiveren en ik draag graag mijn steentje bij door deze video's te delen. Maar draag vooral ook jouw steentje bij als dat goed voor je voelt. Door jouw ervaring of persoonlijke tip of inzicht van de afgelopen week of zo te delen in de reacties hieronder. Dat vind ik echt super leuk. En ik zal ook lekker actief blijven beantwoorden, vooral bij deze serie. Het is gewoon iets dat nu ook heel erg nauw aan mijn hart ligt en waar ik me heel erg voor wil inzetten. En ik vind het leuk om dat ook te kunnen verspreiden. Goed, dan gaan we door naar deze week. Want vorige week koos ik voor dankbaarheid. Dat vond ik een fijne starter, hetgene waar ik het minst tegenop zag. Maar deze week dacht ik, weet je wat, misschien moet ik er gewoon helemaal in gaan en moet ik juist gelijk verder gaan met hetgene waar ik tegenop zie. En dan raad je het misschien al, want volgens mij had ik het al kort aangestipt. We gaan deze week aan de slag met meditaties. Ja, dit is een beetje een ver van mijn bed show. Ik voel ergens wel van dat dit is wat ik nodig heb, wat goed voor me is. Maar ik heb echt op dit moment nog zoiets van, hoe dan? Hoe ga ik dit doen? Ik raak sowieso afgeleid. Ik ga denken aan een boodschap die ik nog moet halen. Ik vind dat ik het niet goed doe met mijn ademhaling. Ik ga me helemaal ergeren aan mezelf voordat het me gaat helpen. Maar nu vroeg ik op Instagram wat tips en ik kreeg best wel vaak de aanrader om Headspace te downloaden. Dat is een meditatie-app waar heel veel begeleide meditaties in staan. Volgens mij noem je dat zo, geleiden. Begeleiden? Nou ja, in ieder geval iemand praat je er eigenlijk doorheen. En toen dacht ik, oké, misschien heb ik dat nodig, een soort van boost. En daarnaast schijnt er ook nog een serie van te zijn waar je dus wat informatie van tevoren kan krijgen. En ik hou er altijd heel erg van om eerst wel dingen te weten voordat ik iets doe. Dus ja, ik dacht, oké, dit moet een teken zijn. Hiermee ga ik gewoon starten. En ik probeer het vooral heel laagdrempelig te doen. Ik ben niet in de illusie dat ik een week kan leren om helemaal geweldig te mediteren. En ik realiseer me ook dat ik na een week niet kan zeggen of dat het nou wel of niet voor mij is. Maar ik kan misschien wel een conclusie van mijn eerste week mediteren ervaring met jullie delen. En wie weet had het een aantal van jullie ook over de streep. Dus volg gezellig mijn proces. En nogmaals, doe ook mee als het je leuk lijkt. Zoals je dus merkt, voor mij is dit echt een nieuwe wereld. Dus ik dacht, net als bij het onderwerp dankbaarheid, ga ik nu ook aan twee mensen die gewoon veel meer hierover kunnen vertellen. Vragen of zij uit ervaring willen delen wat meditatie hen heeft gebracht. En misschien bepaalde tips die ze kunnen delen. Ik heb het aan twee mensen gevraagd, waaronder aan Sabrina. Sabrina is ook niet zo lang geleden begonnen, maar die heeft er dus wel wat meer over te vertellen. En ik denk dat zij vooral ook voor beginners wat tips kan delen. En ik heb het ook gevraagd aan Josie. En Josie is sowieso heel veel bezig met spiritualiteit. En zij doet dit echt al langer. Dus voor haar is het echt al meer een gewoonte. En ik dacht, zij kan heel goed vertellen wat het haar heeft opgeleverd, het mediteren. Dus we gaan eventjes naar hun visie luisteren voordat we in mijn week mediteren gaan. Ik mediteer op momenten wanneer ik gestrest ben, ik te veel pieker, want ik ben echt een overdenker. Er spelen heel veel gedachten rond in mijn hoofd. Wanneer ik dat ervaar, vind ik het fijn om een momentje voor mezelf te nemen en op mijn ademhaling te letten. En mijn meditatiesessies duren echt niet lang, want ik heb daar het geduld niet voor. Een meditatietechniek die ik zelf heel erg fijn vind naast ademhaling is de body scan. Je loopt dan diverse delen van je lichaam af en op deze manier word je heel erg bewust van je lichaam en word je ontspannen. En het is ook heel erg normaal dat tijdens een meditatie je gedachten afdwalen en dat je opeens aan andere dingen gaat denken.
En wat voor mij werkt is om bij de inademing alleen op mijn ademhaling te focussen en bij mijn uitademing, zeg maar, mijn gedachten uit mijn hoofd te blazen. Ik werk als astroloog en ik vind het in mijn dagelijks leven heel erg belangrijk om met spiritualiteit bezig te zijn. Ik heb al jaren een vaste ochtendroutine. Ik neem 's ochtends echt de tijd voor mezelf. En ik zorg ook iedere week dat ik de tijd neem om te mediteren. Nou, meditatie voor mij persoonlijk is eigenlijk echt de rust vinden in je lichaam en in je geest. Mijn sterrenbeeld is tweelingen en daarom ben ik eigenlijk ook altijd bezig met mijn gedachten. En daarbij heeft meditatie mij echt geholpen. Ik vind het heel erg fijn dat ik op deze manier eigenlijk echt rust kan vinden en mijn gedachten een plekje kan geven. Wat ik om me heen hoor is dat mensen vaak mediteren heel erg lastig vinden omdat ze er een beeld bij hebben dat je gaat zitten en dat je eigenlijk 30 minuten stil blijft zitten en niks doet. Nu kan meditatie dat ook wel zijn, maar je kunt bijvoorbeeld ook begeleide meditaties doen of visualisatieoefeningen. Wat ik heel erg fijn vind is om een playlist te maken met hele fijne muziek waar weinig tekst in voorkomt. Zodat ik me echt focus op de muziek en op mijn eigen ademhaling en dat ik niet zo erg afgeleid word. Ik heb bijvoorbeeld echt een vast plekje waar ik mediteer met een fijn kussen. Ik heb er een plant staan. Ik heb er een dekentje liggen. Ik heb mijn favoriete kaarsjes en ook fijne edelstenen waar ik op dat moment mee werk. Zodat ik me er echt aan herinner dat ik die tijd voor mezelf mag nemen. Ik merk dat als ik mediteer dat ik me veel vrolijker voel. Dat ik veel lekkerder in mijn vel zit. Dat ik de dag veel beter begin. Ik begin eigenlijk gelijk met een soort van ontlading. Omdat ik mezelf al die rust heb gegund. En dat helpt me er ook aan herinneren dat ik de dag niet gestrest en gehaast hoef te beginnen. Ik heb dus op Instagram gevraagd of jullie goede beginnerstips hebben om te starten met mediteren. En nou zag ik één app echt superveel voorbij komen. En dat is de app Headspace. Dat is een gratis app. En ik heb hier al eerder van gehoord toen ik nog bij een psychomotorisch therapeut liep. Toen ik overspannen was. Dus volgens mij heb ik hem zelfs wel eens gebruikt. En wat hier dan zo fijn aan is dat het geleide meditaties zijn. Dus je wordt er als het ware een beetje doorheen geholpen en gepraat. Omdat het in het begin super lastig is om nergens aan te denken. Dat gaat gewoon nog niet echt. En het schijnen ook wat kortere en gewoon wat laagdrempeligere meditaties te zijn. Maar nu zeiden een aantal van jullie dat er dus ook een mini-docu van is. Die je kan kijken op Netflix. Om een soort van een beetje te begrijpen wat mediteren nou precies doet. En als een soort van inleiding te gebruiken. En aangezien ik er dus echt als een soort groentje in sta, leek het me verstandig om daar vandaag mee te starten. Yes, daar staat hij dan. The Headspace Guide to Meditation. We raken in ons leven vaak afgeleid en overprikkeld. Maar stel je nou eens voor dat er een manier is om te vertragen. Om je geest tot rust te laten komen en ons lichaam te ontdoen van stress. Het is nu al confronterend. Ik ben net begonnen. Dat verklaart mijn weerstand misschien ook. Ik ben nu op 8 minuten. En het spreekt me eigenlijk heel erg aan. Ik vind het duidelijk, helder. Ja, het trekt me. Maar toch zat ik op dit punt alweer even te scrollen op mijn telefoon. Gewoon een soort automatisme, denk ik. En was ik dus afgeleid. Hoe ironisch. Dus dat valt me dus zo erg op dat ik zelfs met korte filmpjes dat tegenwoordig heb. Het begon eigenlijk een beetje tijdens mijn zwangerschap, maar het is alleen maar erger geworden. Het lijkt of het niet hersteld is. En ik denk dat ik het helemaal niet kan wijten aan die hormonen. Maar dat het gewoon meer is dat ik dus gewoon zo gewend ben aan allemaal dingen tegelijk doen en zo en ondertussen. Dus dit gaat echt een uitdaging worden deze week, jongens. Goed, laat ik de komende 12 minuten even proberen te volbrengen zonder mijn telefoon en andere afleiding. Ik begin dus ongeveer op standje min 100, heb voor mijn gevoel, in dit meditatiegebeuren. Als je inademt, voel je je longen zich vullen met lucht en je lichaam uitzet. Als je uitademt, voel je de lucht je longen verlaat en het lichaam zich ontspant. En gebruik dit moment ook even om te voelen hoe je lichaam voelt. We nemen tegenwoordig nog amper de tijd om te voelen hoe we in ons lichaam zitten. Dus heb je misschien een zwaar of een licht gevoel in je lichaam? Oké, ik ben er doorheen. En het ging dus met een oefening verder. En die heb ik gedaan. Ik herkende wat dingen van toen ik psychomotorische therapie heb gevolgd. En ik merk dus, ik weet gelijk weer waarom ik
ja, hier weerstand tegen had. Ik merk dus dat ik alleen maar denk terwijl ik dit doe, omdat ik er natuurlijk nu echt als een soort rookie weer instap, dat ik alleen maar denk, oh, je denkt ergens aan, je moet nergens aan denken. Of dat ik bezig ben met, oh, ik adem niet diep genoeg, ik zit niet ontspannen genoeg. Ik ben heel erg bezig met dus mezelf beoordelen. Terwijl ik hoor wel, want ook in deze docu, bij deze oefening, er wordt de hele tijd gezegd, je gedachten zullen afdwalen, het is oké, je zult gedachten hebben, laat ze er gewoon zijn. Je hoeft ze niet weg te drukken. Laat ze gewoon voorbij gaan, maar hang geen oordeel eraan. En dat vind ik dus heel erg lastig. En daardoor vind ik dat niet zo leuk. Want het voelt eigenlijk alsof ik tegen denk, wat doe ik nou eigenlijk? Ik kan het niet en het lukt niet. Maar goed, daarom is dit zo interessant. Ik ben ook niet in de illusie dat ik dit in een week gemasterd heb. Maar het is misschien leuk om wel te zien hoe zo'n eerste week voor mij dan gaat. Wat ik al bereikt heb binnen een week. En misschien kan ik er dan altijd later nog wat verder op ingaan. Als ik er langere tijd mee bezig ben bijvoorbeeld. Maar goed. Baby steps. So no matter what it is that's left you feeling overwhelmed right now. Just take a moment for yourself to pause undisturbed. Just begin by taking a big deep breath. Breathing in through the nose. Noticing how the body expands as it fills with air. And as you breathe out through the mouth, just gently closing the eyes. Just allowing the breath to return to its own natural rhythm. Your awareness coming back to the space around you. And then when you're ready, just gently opening the eyes again. Okay. Ja, dit vond ik best wel fijn. Het was eigenlijk te kort. Ik dacht 3 minuten is echt zat voor mij, want ik moet nog helemaal eraan wennen. Maar het duurt natuurlijk wel even voordat ik erin kom. Maar het was wel fijn, want ik merkte nu dat ik heel veel kleine dingen had gedaan en daardoor voelde ik me een beetje overwhelmed. En daar zou deze oefening goed voor zijn. Ik had gewoon even een beetje orde nodig of zo, een beetje rust. Ja, dat heeft het nog niet perfect gedaan, omdat ik gewoon ja, nog niet helemaal master. Ik merk dat in het begin met die ademhalingsoefeningen, vooral het inademen, dan voel ik dat het niet zo vloeiend gaat. Een beetje schokkerig en ja, alsof je dan toch wat spanning in je lijf voelt razen. Maar aan het einde kwam dat wel wat meer tot rust. En ik vond het heel fijn dat hij maar door bleef praten. Het lijkt misschien niet zo als je het niet doet, maar ik vond het eigenlijk wel fijn. Want daardoor raakte ik niet afgeleid door mijn eigen gedachten van, oh, het lukt niet goed of dat ik in één keer dacht aan iets wat ik nog moest doen of zo. Want hij was maar aan het praten. En soms volgde ik niet precies wat hij zei, maar dat vond ik dan niet erg. Dus dat vond ik wel heel fijn om te merken. Dat ik niet zoiets had van, wat zei hij nou? Maar het is volgens mij ook meer gewoon een beetje je er doorheen praten. En gisteravond heb ik dus die tweede aflevering gezien. En dat was best wel interessant. Want behalve dat mediteren dus heel erg helpend is gewoon voor je mentale gezondheid, wat ik al had verwacht, bespraken ze ook wat onderzoeken die dan lieten zien dat ook echt je hersenen qua structuur veranderen als je een bepaalde tijd ja, wat mediteert. Dat echt bepaalde delen in de hersenen die te maken hebben met focus en aandacht, waar ik het dus al meer over had, dat die gewoon wat groter worden. En andere delen weer wat, ja, wat kleiner, geloof ik. Maar in ieder geval dat er dus echt daadwerkelijk iets kan veranderen in hoe je hersenen, hoe je netwerk in je hersenen gestructureerd is. En dat vond ik echt wel heel interessant. Motiveert me op zich ook alleen maar meer om ermee in de slag te gaan. Dus ja, voor nu zo tussendoor op de werkdag, 3 minuutjes, vind ik dat echt heel fijn. Ik wist niet eens dat het zo kort bestond en dat het zo makkelijk kon zijn. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar mijn beeld is tot ongeveer een jaar geleden of zo geweest dat mediteren standaard is dat je in kleermakers zit en dat je zo zit. Maar dat, ja, het is natuurlijk veel meer dan dat, dus dat hoeft allemaal helemaal niet. Gisteren reed ik heen en terug naar Rotterdam. En autorijden, ja, daar voel ik me al heel snel een beetje overprikkeld van als ik terugkom. Ik heb geen rijangst meer, maar ik vind het gewoon altijd best wel intens. Maar deze keer had ik dat dus helemaal niet zo. En ja, ik weet niet of ik het echt kan wijten aan die meditaties, want zoveel heb ik er nog niet gedaan. Ik heb er echt pas 3 hele korte gedaan eigenlijk.
Maar ik merkte echt wel een verandering. Het kan natuurlijk toeval zijn. Het kan ook nog te maken hebben met die dankbaarheid. Ik was namelijk heel erg dankbaar dat ik gezellig met Anna naar Bonnie toe kon. Super goede vriendin van me. En dat we gewoon zo'n gezellige tijd hadden. Maar toch vond ik het opvallend. Zeker aangezien ik een slechte nachtrust had gehad. Dus dan ja, voel ik me echt vaak heel onrustig daarna. Maar dat was dus niet zo. En ik had wel bepaalde momenten op de snelweg dat er even iets niet helemaal soepel ging. Of dat ik me gewoon ergerde aan andere weggebruikers. En dan merkte ik ook dat ik gewoon heel even bewust door mijn neus ging inademen heel rustig. En dan door mijn mond uit. En eigenlijk werkte dat ook gewoon verbazingwekkend goed. Dan kwam ik gewoon weer een beetje tot rust. Dus wel heel mooi. Ik merk nu wel, het is 12:15, dus altijd rond lunchtijd heb ik een heleboel dingetjes gedaan. En mijn hoofd is even een beetje aan het tollen. Dus ik vind het wel fijn om net als wat ik een paar dagen geleden deed, om weer eventjes een meditatie te doen en dan te lunchen en weer verder te gaan. Zodat ik weer frisse moed heb. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik leg het altijd zo uit, ik voel hier mijn energie zitten. Dus heel erg bij mijn borst. Als ik er echt op let, vind ik het een beetje beklemmend. En dat is gewoon alsof hier allemaal hormonen doorheen razen. Een soort adrenaline, wat ook van positiviteit is. Maar ook gewoon een beetje, ja, een beetje stress of zo. Heel mild. En ik wil weer iets meer de energie terug ook naar mijn benen en mijn voeten en zo. In plaats van zo hoog en in de buurt van mijn hoofd en mijn borst bij mijn ademhaling en zo. En volgens mij moet dat wel goed lukken. Dus we gaan weer eventjes op zoek naar een fijne korte meditatie op Headspace. Bevalt me heel goed tot nu toe, die app. Een van de dingen waar ik trouwens aan merk dat het weer even tijd is voor zo'n meditatie. Tenminste, alsof ik het al eeuwen doe. Maar goed, waardoor het mij nu een geschikt moment lijkt. Of eigenlijk misschien al iets te laat als je het zo bekijkt. Is dat ik al 2 keer mijn koffie koud heb laten worden in de afgelopen 1,5 uur. En 3 keer de waterkoker aan heb gezet en vervolgens loop ik dan weer weg, want ik kan er dan niet op wachten of zo. Dus dan ga ik ondertussen weer wat doen. En dan als ik me bedenk dat ik thee wilde zetten, dan is die waterkoker al lang en breed weer uit. Dus moet die weer opnieuw aan. Oftewel, ik doe dingen niet met aandacht. Voel de shutdown of de anxiety that you're feeling right now. Just take a moment to sit down. Just pausing. Taking a big deep breath. Breathing in through the nose and out through the mouth. Try to feel the movement of the body. If you find you get distracted by another sensation in the body, rather than pushing it away, just gently noting it, like that's feeling. And then coming back to that sensation, that anchor, getting to sit beneath you. Back into the space around you, and then when you're ready, just gently opening the eyes. Zo fijn zeg. Het ademen ging veel vloeiender nu, in plaats van zo hortend voor mijn gevoel. Het is 1 uur en het is me de afgelopen werkdagen opgevallen dat ik heel vaak rond lunchtijd, omdat ik dan toch trek heb, dus dan heb ik een soort geforceerd moment van nu zou ik wel kunnen mediteren, dat ik me dan heel gejaagd voel. Maar ik voel me vandaag dus supergoed. Ik voel me rustig. Ik heb mezelf vanochtend heel eventjes 2 uurtjes vrijgegeven nadat ik Anna had weggebracht om bij te komen van de slechte nachten. Lekker mijn haar te wassen. Gewoon heel even niet werken. En ik doe dat wel eens vaker, maar dan heb ik wel de hele tijd dat zeurende stemmetje van eigenlijk moet je dit en dit doen. En nu ben ik inmiddels 2 uurtjes aan de slag. En dat ging heel goed, lekkere flow. En ik bedacht me opeens, ik heb zin om patat te eten. Dus dat ga ik halen. Ik weet niet, normaal zou ik dan ook denken, ja, doe normaal. Ik weet echt niet of het nou komt omdat ik zo bezig ben met die zelfliefde. Maar ik merk wel gewoon dat er dingen gebeuren waarvan ik me afvraag of het was gebeurd als ik niet met deze serie, of nou, niet specifiek de serie, maar met dit proces bezig was de afgelopen 2 weken. Gewoon, ik kan ook opeens trotser zijn omdat ik dan dingen opschrijf. En normaal zou ik dat helemaal niet zo bewust opmerken en niet echt erbij stilstaan. En nu wel, en dat voel ik gewoon in mijn lijf en dat is heel erg fijn. Ja, er gebeuren wel mooie dingen in ieder geval, merk ik van binnen.
Alright, daar ben ik dan na mijn eerste week mediteren. En ik denk dat er eigenlijk twee conclusies zijn die ik kan trekken. De eerste is dat ik zo'n klein topje van de ijsberg heb ontdekt, heb leren kennen van mediteren en dat er nog veel meer bestaat. Het kan veel langer, anders, ingewikkelder met rituelen. Maar wat ik misschien juist wel waardevol vind, is dat ik erachter ben gekomen dat het dus ook heel simpel kan, heel kort. En dat er niet bij iedere meditatie per se wierook komt kijken of een ritueel of wat dan ook. Het spirituele stukje is zeker iets waar ik me ook in wil gaan verdiepen. En als ik dan Josie hoor, dan denk ik, oh, het is ook wel echt inspirerend om er meer gevorderd mee bezig te zijn. Maar voor mij zat de kracht er juist in dat ik het nu heel makkelijk en laagdrempelig kan toepassen. En ja, dat ik er dus eigenlijk achter ben gekomen dat dingen zoals ademhalingsoefeningen, bewust je lichaam voelen, dat hoort er ook bij. En ja, zoals je denk ik hebt gemerkt aan mij in deze video, doet het me wel gewoon echt goed. Dus ik vind daar de kracht in zitten, want ik ben snel iemand die heel kritisch is op haarzelf. En ja, dan vind ik het dus juist top om het eerst even op dit niveau te doen. En zodra dat een gewoonte is, kan ik niet wachten om meer te ontdekken. En kan ik misschien ooit wel een tweede deel maken van deze meditatie, ja, self-love journey. En dan is dit alweer het einde van deze tweede aflevering. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie mij graag in de volgende aflevering van deze serie zouden willen zien doen. Hebben jullie ideeën? Het mag echt van alles zijn. Ga lekker los hieronder in de comments. En ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jouw ervaring met meditatie. En of je ervoor open staat om zoiets te proberen natuurlijk. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik je graag weer in de volgende video. Doei doei! We'll be right back.